Ja, ik vind tussen dieren werken vind ik leuk. Ik vind eigenlijk alles leuk. Je merkt wel nu je groter bent geworden, eerst was veel tussen dieren werken, alle werkzaamheden meenemen. Maar nu je groter bent geworden, dan wordt het ook steeds meer managen. En dat is ook leuk, maar heel anders leuk. Mijn opa is in de tijd van de ontginning van de Peel is hij hier een bedrijf begonnen, een gemengd bedrijf. Later na zijn mijn vader en mijn oom ook in het bedrijf gegaan. Mijn vader is toen 50 jaar geleden, hier waar we nu staan, een eigen bedrijf begonnen. Gewoon een stukje grond gekocht van opa. En daar is hij een gemengd bedrijf van vleeskuikens en varkens gaan houden. En gauw genoeg overgeschakeld naar kalkoenen en varkens. En in 2000 heb ik het bedrijf overgenomen van mijn vader. Samen met mijn vrouw. Toen bestond het bedrijf uit vleesvarkens en kalkoenen. En ik heb 3 jaar geleden heb ik een kalkoenenbedrijf van mijn broer overgenomen. En toen heb ik besloten om te stoppen met de varkens. En ben ik alleen fulltime kalkoenenboer geworden. Ik heb nu een kalkoenenbedrijf op 3 locaties. Daarvan is 1 locatie een opfoklocatie. En ik heb 2 locaties afmestlocaties. Ik ben sinds kort ook begonnen met Beter Leven. En ik ben nu ook langzaam over gaan schakelen om half Beter Leven, half gangbare kalkoen gaan te houden. Beter Leven is dat, ja, wat de naam al zegt, ze hebben een Beter Leven. Dus Beter Leven kenmerk van de dierenbescherming, 1 ster. Dan moet je een uitloopstal in hebben, waar we nu ook in staan. En ze moeten daglicht hebben. We moeten een langzaam groeiend ras moeten we ervoor inzetten, die gewoon minder hard groeit. En minder dieren houden in de stal. Een 8-tal jaar geleden zijn we met een aantal kalkoenboeren bij elkaar gezeten. Dat ontstootte dat al onze kalkoenen naar Duitsland gingen en daar ook vermarkt werden. En in Nederland de Franse of een andere kalkoen lag, maar niet de Nederlandse kalkoen. Wij zouden dat graag veranderd zien. En nu met dat Beter Leven kenmerk hebben we de kans om de Nederlandse kalkoen ook weer in Nederland in de winkel te krijgen. En ons doel is dan eigenlijk ook om in de toekomst te groeien naar 2,5 kilo per hoofd van de bevolking. En dan zouden we theoretisch gezien zelfvoorzienend zijn in Nederland. Mijn bedrijf staat gemiddeld uit 60.000, 65.000 kalkoenen. Daardoor ben ik de grootste van Nederland. Een gemiddeld bedrijf zal rond de 20.000, 25.000 kalkoenen zetten. Dus dat heeft dus als gevolg dat ik helaas niet meer altijd tussen stallen kan werken, maar ook andere zaken moet doen, managen. En er komen gewoon veel andere dingen bij op kantoor, wat ook gedaan moet worden. Daardoor heb ik ook meer aan mijn hoofd. Dat vind ik toch wel een nadeel van het groter worden. Want ik ben van vroeger uit, zat ik graag tussen dieren en dat vond ik leuk om te doen. En nu moet je toch weer op een andere manier ondernemen en boeren, zodat je het werk aan je personeel overlaat. Terwijl ik dat wel graag doe, zul je dat toch af en toe los moeten laten. Ja, ik heb, over 10 jaar sta ik met mijn bedrijf. Ja, ik denk wat grootte betreft zelf, want ik heb 3, 4 jaar geleden een grote stap gemaakt. Dat is echt bijna een verdubbeling van het bedrijf geweest. Dus ik zoek het niet in de uitbreiding, ik zoek het toch om een bedrijf te optimaliseren. Ik doe mijn arbeid op dit bedrijf natuurlijk met mijn gezin. Mijn vrouw die doet de boekhouding. En als het nodig is, werkt ze ook in de stallen mee. Mijn kinderen werken ook in de stallen mee. En mijn oudste zoon is ook geïnteresseerd om er verder te gaan. Die werkt dan ook wel de meeste in de stallen. Die vindt het allemaal heel leuk om mee te helpen. Verder heb ik 1 medewerker, een Poolse medewerker, die zichzelf uithuurt. Die is een hele handige jongen en die doet veel de technische klusjes en ook tussen de kalkoenen werken. En ik heb 1 medewerkster via AB. Ja, voor mij is dat het mooiste vak van de wereld, maar dat is voor iedereen anders. Het is gewoon belangrijk dat je passie nastreeft. En dat heb ik gedaan. En ik hoop dat mijn zoon dat ook gaat doen, maar als hij dat niet wil in dit bedrijf, moet je dat ook zeker niet doen, omdat ik een bedrijf heb. Dat is wel heel belangrijk, denk ik.